trust only in the Force. Gewoon wat fruit in de kwark gegooid. Ah, oké. Okay. Nice. Nice. Lekker, joh. Kijk dan, wat een prachtig spel dat eigenlijk wel niet is op high settings. Oh my god. En dit is nog niet eens 4K, hè? Besef dat. Kijk wat een prachtig spel, joh. Prachtig. Insane, dude. Very poggers. I kinda like this shit. Wauwie, ja toch? Kijk dan, wat mooi. En ik vind het nog steeds zo verrassend dat mijn PC dit aan kan. Met een klein beetje stutters, zie ik een beetje. Klein beetje. Maar als het niet in de gameplay zo zit, onder de cutscene is, dan zit het helemaal goed, denk ik. Dan gaan we dan, hè? Sick, bro. Sick. Dan gaan we chat. Je wordt ziek. Je wordt heel ziek. Waarom wordt het een sicko game? Ja. Hey, dat zijn wij, hè? Jongens, ik heb een zo'n serie die weer begonnen is en ik... Ik ben er blij mee. Kijk, hij wel series, Rosie. Want ik kijk dus zo'n serie gaan naar Riverdale. En ik vind dus iemand uit deze game... Ik vind hem dus heel erg lijken uit iemand uit die serie. Oprecht. Oprecht. Geen grap. Er zijn vrienden van mij die de serie ook kijkt van Riverdale. Zei die ook van, ja, het lijkt zo fucking veel. Holy shit, bro. En nooit series. Ja, oké. Okay. Maar kan je die Riverdale trouwens wel aanraden op Netflix. Wel een goeie. Dat is spanning en sensatie. Ja, vind ik wel een goede serie. Oké. Okay. Oh my god. Daar lijkt hij heel erg op, uit iemand uit die serie. Zo grappig. This way, man. Ik heb wel Netflix, maar ik doe er niks mee. Oef. Ja, ik moet ook eigenlijk. Ik vind eigenlijk ook wel dat ik iets te weinig Netflix kijk, hoor. Persoonlijk, ja, mijn ouders betalen. Dus ja, ze willen ook gewoon Netflix zien. En alles. Weet je, mijn opa en oma, die kijken echt heel veel Netflix, hè? Oprecht. Ja, die hebben natuurlijk wel de tijd ervoor, maar. Hoeveel Netflix zij kijken is niet normaal. Ze kijken echt alleen in de avond en in de nacht. Ze kijken ook gewoon zijn nachtbraak ook gewoon, hè, die opa en oma mij. Ze gaan letterlijk gewoon nachtbraak om series af te kunnen kijken. Tot 3 uur 's nachts of zo. En letterlijk... het grappige is zeg maar dat gewoon... Ze kijken dus gewoon zo'n hele serie met bijvoorbeeld 5, 6 seizoenen in een week tijd. Besef dat. En ze kijken alleen de avond en nacht. Kan je dat beseffen? Met allemaal afleveringen van een uur. Voor mij hadden ze echt een serie van Prison Break of zo van 5 seizoenen. Gewoon in een week uitgekeken. Dat is toch insane. Ik heb het alleen nog om mijn Brisbane account ook gebruikt. Ja, yeah, precies. Yeah. Ik hoorde wel trouwens dat ze iets gingen doen daartegen. Hè? Tegen als je je account deelt met vrienden. Netflix gaat daar wat tegenop stellen, heb ik gehoord. Dus als je maar je Netflix account zou delen met vrienden, dat je bijvoorbeeld een boete moet betalen of iets. Als ze erachter komen, ze daar meer gaan opletten naar. Zeg, ik snap het ook wel dat ze dat gaan doen, hoor. Ik snap het zeker wel, want ze verdienen natuurlijk veel meer geld als iedereen het gewoon zelf koopt. Oh jee. Oh, dat was leuk. Ja, dat was leuk. Ze hebben zo met dat basic abonnement. Ja, precies. Ja, wij hebben die duurste. Maar dat komt puur omdat ik een 4K TV heb. En je krijgt geen 4K content, zeg maar, als je niet die koopt. Dat is echt zo bullshit eigenlijk, hè. Dus als je die duurste koopt, dan pas krijg je 4K content. Anders niet. Nee, anders mag je de tering krijgen, zeg ze dan. Ja, precies. Voor Disney Plus. Disney Plus, hè, die geeft gewoon bijna alles in 4K. Disney Plus is net nieuw. Eigenlijk vergeleken met Netflix. En die hebben nog meer 4K content dan Netflix zelf. Besef dat. Netflix heeft letterlijk maar 40 dingen in 4K. En het zijn de meeste daarvan boeien me niet eens. Besef dat. Ze hebben letterlijk maar 40 dingen in 4K. Van een hele catalogus. Dus ik denk, godverdomme, waarom? En hier betalen we dan voor, hè? Maar uiteindelijk betalen we ook wel meer omdat we met 5 personen thuis zitten. En dan is het wel chill om wat meer mensen tegelijkertijd te kunnen laten kijken. Dus aan de andere kant is het ook wel beter. Maar als het ging het alleen om de 4K, had ik het niet gedaan. Want zoveel zin... Ja, echt hoor. Het is wel echt een beetje belachelijk. Like, in welk jaar leven we nou? Als Disney Plus het kan... Dan kan Netflix het toch ook gewoon, om al die films en... Ja, weet je, ik snap het ook wel, want... Maar trouwens, ik snap het eigenlijk niet, want bijvoorbeeld Lord of the Rings staat op Netflix. Die staat is gewoon in 4K, hoor. Ik vind dat als er een 4K Blu-ray van is, dan moet het ook al 4K, als het op Netflix staat, ook al een 4K editie kunnen hebben, toch? Laten we eerlijk wezen. Bijvoorbeeld Lord of the Rings staat gewoon op Netflix. En die is gewoon in HD.
Maar er bestaan gewoon 4K Blu-rays daarvan. Dus wat lullen ze nou? Van, je kunt niet 4K krijgen. Een te oude film. Kan niet. Gast, we zijn letterlijk gewoon... Die 4K edities die heb ik, hè, van Lord of the Rings. Het ziet er prachtig uit. Het ziet echt uit alsof het net nieuw is, oprecht. Dat is toch insane? Een film uit 2001. Ja, geen idee, man. Kom uit, schelen. Ja, het is een hele rare dus. Want dan zegt ze, kan niet. Maar er zijn zoveel films die gewoon zo oud zijn en gewoon 4K editie kunnen hebben. Oeps. Oké, chat, jullie mogen me al Noob noemen. Ja, oh. Dat ging net goed. Oké, dat ging net goed. Hoppakee. Maar ik vind het zo raar dat zo weinig 4K content hebben. Want het zou gewoon veel meer kunnen zijn. Weet je. Ja, ik kan trouwens dit level echt gewoon volledig gewoon dromen zowat. Ik weet precies wat er gaat gebeuren zo. Ik ga niet spoileren. Maar ik weet precies wat er gaat gebeuren. Ik kan dit level me gewoon dromen. Want ik heb dit zo vaak opnieuw moeten doen omdat ik het per ongeluk gedeinstalleerd had. En dat ik het weer installeerde en dat er geen cloud saves waren gemaakt, per ongeluk of zo, geen idee. Ja, ergens is het wel een beetje bijzonder, ja, eigenlijk wel, hè. Want in 2000, letterlijk, er zijn zoveel films in 4K nu, hè. Weet je, er zijn zoveel 4K content. En ik weet, ja, de meeste mensen, ze kunnen ook wel denken van, nou, weet je, het kost misschien meer geld en niet iedereen heeft gewoon een 4K tv. Maar ik denk dat de meeste mensen die een nieuwe tv gaan kopen tegenwoordig wel een 4K kopen, toch? Tenminste, dat lijkt me wel. Als jij een nieuwe tv koopt, dan wil je gelijk wat goeds, toch? Dus als je het kan betalen, ja, dan zeker. Want 4K, op zich, 4K is ook niet meer zo heel duur, hè, vind ik. Weet je, 4K is op zich ook niet meer zo heel duur. Voorheen was het echt gewoon duizenden euro's, weet je, voor 4K. Nu is dat andersom, met 8K. En 4K kan je gewoon voor 300 euro, 400 euro, heb je gewoon een 4K tv die prachtig eruit ziet. Insane. Bruh, ik zit op school, joh. Laurens chatting, what up? Ik zit op school, joh. Jeetje. Ja, bruh, ik zit op te gamen, man. Bruh. Ja. Ik zit lekker te gamen, man. Maar lauw je reet. Met online enquête invullen. Ga gewoon Twitch kijken. Precies. Lekker, man. Ik zit op mijn stoel. Ik zit ook op mijn stoel. Ziek, toch? Moker ziek. Bruh. Ja, oké. Okay. Echt, nee. Ik ook, bruh. Ja, ik ook. Ik ook, Brem. Ja. Ja, Streamlabs niet trouwens, die staat liever. En dat moeten we ook gewoon respecteren, dat die gewoon liever staat. Dus Brem. Streamlabs moet ook even Brem zeggen eigenlijk, hè? Maar hij zegt geen Brem, want hij is gewoon een bot. Helaas. Wow. Ik ben totaal niet ook niet aan het opletten op het verhaal. What the fuck, Brem? Wow. Whatever you say. Hey, we should get back. Ik ga weer. Joe. Zit je of sta je? Ja, Streamlabs. Laat even weten. Niet negeren, want anders ban ik je misschien zelfs. Anders krijg je gezeik. Ja, snap ik. Veel plezier met wat je gaat doen. En succes. Op school. Oh my god, chat. Oh my god, wat gebeurt hier dan? Oh my god. Thanks, no problem. Oh my god, chat. Oh my god. Yo, Ilsa, what up? Letterlijk, mijn controller is net een vibrator op dit moment. What the fuck, bro? Hallo, Ilsa, what up? Jij met de stream, dankjewel, joh. Oh jeetje. Oh jee. Die gaat mis. Lekker wel, ja toch? Slipping. Als je los daarmee, dan ben je weer geband van mijn kanaal. Als je los daarmee geband. Ah, je bent geband. Oké. Okay. Nou, grappig. Als je los laat, moet je take die heel nadoen. Okay. Leuk grap. Okay. Nu ga ik stoppen met kutten. Misschien wel. Of is het juist leuk? Als je het leuk vindt, dan ga ik wel doorkutten. Geen enkel probleem. Dan ga ik gewoon lekker doorlullen. Ik ben melig als fuck. Je wil het niet weten. Hoppa. Oh my god. Ik ga maar door hoor. Oké, ik ga wel door. Zo de knetter. Doe waar jij blij van wordt. Ik bedoel waar ik blij van word. Touchdown! Woe. Oh. Jongens, ze hebben net gevochten in de oorlog, hè? Patatje oorlog. Leuk. Oh, die patatje oorlog, man. Jeetje.
Hij heeft seen the stories. Ik zou ze alleen lezen. Oh. Hij is moe, gast. Ik moet eigenlijk gewoon dit inspreken, weet je. Gewoon van, hou je smoel. Hou je smoeltje, man. Oh. Was dit het einde verhaal, jongens? We hebben hem uitgespeeld. Oh mijn god. Shit. Oh. Ik was heel veel blij, zeg maar, dat we hem hadden uitgespeeld. Maar blijkbaar niet, ja. Het was helemaal easy clap bijna, man. Of is het gewoon zo'n scène voor het volgende deel, denk ik. Of, ik weet het niet. Ik zou het niet eens weten. Cal. I'm working with you sometime now. Nee, echt? I've never seen you do anything like that before. Oh, nee? We've been through some hell together. Wow. See? So. Oh my god. Ik vind wel mooie graphics dit hoor. En deze game is niet eens nieuw meer, besef dat. Ik vind het prachtig hoe dit eruit ziet. Op high settings, bro. Ik snap nog steeds niet waarom ik dit aan kan, überhaupt op high. Maar het zal wel. Weet je trouwens dat deze game geen eens low heeft? Deze game die moet je op high spelen, vinden ze. Nee, op medium bedoel ik. Minimaal, medium. Als het goed is, hebben ze geen eens een low. Kijk maar, medium is het laagste dat je kan hebben. Je kan het letterlijk gewoon niet op low zetten, hebben ze niet. Ze willen dat je deze game op goede kwaliteit speelt, dat willen ze gewoon. EA wil dat gewoon. Wat kut. Ja toch? Als je het anders niet aan kan, ja dat is jammer dan. Ja, zeg jammer. Jammer. Gaan we lekker op console spelen, gast? Noob. Zeg ze dan. Dan zeg ik, oké, noob. Hè? Het is wel een goede story game dit hoor. Absoluut. Ik wil deze echt een keer uitspelen, jongens. Ik heb ooit het einde letterlijk gezien bij Soda Poppin, maar ik ben het einde vergeten gelukkig. Dat is mooi. Dat doe ik meestal wel. Oef. Ik denk dat medium eigenlijk low is en dat jij nu op medium speelt. Het staat nu op epic, dat je het weet. Ja. Hoppa. Is niet wel gelijk trouwens. Zeg, als dit medium is, betekent wel dat dit game heel erg mooi is voor medium kwaliteit. Ja joh. Dan gaan we chat, oppa. Prof? Prof, where you at? Bro, where you at? Prof, waar ben je? Prof, can I get a prof in the chat please? Prof, modcheck. Prof, modcheck. And any profers in my chat? Any profs in my chat? Prof of you? En dan kan ik over there. I am proud of you. Ah, die vind ik leuk. Ah, die vind ik leuk. Die is leuk. Hij doet die deur maar weer dicht, joh. Ja. Tingelij, man. Oh, dat niet. Oh, what? Where are we, chat? Where are we? Hey, R2D2. What the fuck, bro? You here, man. You here. What up, bro? Oh. Huh? What the fuck is dit? What the fuck? Ik had al zo'n satisfying gevoel, hè, dit geluid. Oh my god. What the fuck? Moet het lopen? Nee. Dat kan wel, man. Laten we gewoon maar interacten. Wow. Wow, wie is dat? Who is that, bro? Apprentice, mark well and listen. Okay. Trust only in the force. Wow. Vertrouw only in the force. Jongens, we vertrouwen alleen in de force, oké? Okay? Niemand anders, oké? Okay? Niemand anders. Yeah. Gewoon voor deze stream even niemand anders vertrouwen, oké? Okay? Even niet doen, kom op. We moeten doen wat hij zegt, hè? Oh, kut. Shit, ik ben mijn idee vergeten. Shit, ik heb een idee! Gewoon weglopen. Huh. Ik ben mijn idee vergeten, jongens. Kut, nu moet ik een boete betalen. Fuck. Shit, heeft iemand even een ID-kaart voor mij te lenen? Oh. Dit gaat mis. This is not going well. Hier, alsjeblieft, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Hoppa. Vanaf nu is mijn naam, dus als ik hierop kijk. Jongens, ik ben nu Ilse Cool. What up? Mijn naam is Ilse Cool, what up? I'm just being here cool right now, you know me, man.
Oké, okay, wie is dat? Aangenaam, ja. Hallo. Wie de fuck is dat? Is er zo'n hot babe of zie je dat verkeerd? Misschien is dat niet een goed moment om daaraan te denken, misschien. This is no common anarchist, but a devotee of the treasonous Jedi Order. Misschien is het wel die dame van Resident Evil Village, weet je, met die, ja, ik ga niet zeggen, nee, dat is een beetje ongepast misschien. Jongens, ze speelt gewoon hard to get, jongens, blijf rustig, hard to get, bitch. Oh, oké. Niet doen! Niet doen! Prouf, what you doing? Hij is mijn wingman, dude. Hij is mijn wingman, let's go. Geweldig. Oké. Oh jee. Ik heb niks achter mijn rug trouwens. Shit, Prouf is de real baby hier. Wel een beetje, hè? Ja, ik wil gelijk. Oké. Wel gelijk, ja. We all know the truth. Maar betekent niet dat too afraid to say it. We're too afraid, man. We're too afraid. To the Empire. We're all just expendable. Yes. Wow. What? No! Shit, hij is dood! Nee, dude! No, man! The fuck! Hij was net nog een mee. Fuck! Bro! Is dit er? Dat is kut. Oh nee. Hij is dood. Hij is vermoord. Dat zetten we haar betaald. En of ze hard to get speelde. En of. Why the babe van de game? Ja, nu is de game gewoon helemaal gewoon kleurloos geworden. Dan gaan we, jongens. What up, bro? LB. Bah, let's go, let's go. Dit krijg je ervan. Opa, let's go, bro. Let's go, dude, let's go. Opa. Let's go, man. Let's get it, get it, get it. Maar waarom de B van de game dan weer doodgaan? Ik had het zo graag hem nog willen zien, weet je, nog verder in het leven. Misschien krijg je kinderen, weet je, je weet me nooit. En nu allemaal niet meer door een of andere rottante van ons. Blijkbaar. Misschien is het wel onze tante die gewoon boos is van, hey, je mag je niet mee doen. Je doet het niet goed. Je mag je niet mee bevriend zijn, weet je. Gewoon godverdomme, ik kies zelf wat ik wil. Je moet ik aan brabbelen. Oh my god, wat een finishing move, chat. Wat een finishing move, oh! Insane. LB is deze. Oh, zag je die? Zag je die dan, chat? Oh my god. Wat zou er nog een? Ja, we hebben voor een eerste parry. Boom! Maar dat deden we net ook al. Oh, is hij dicht? Oké. Okay. Oh my god. Oh my god. En nu? Oh shit, dan kunnen we op, Hoppa. Oh my god, wat doe ik nou? Kut. Shit. Oeps. Oh, ik kan niet nog meer boven. Oké. Okay. Ik was even bang dat ik helemaal verpest had. Wow. Ik was even bang, man. Wow, let's go, bro. Let's go, bro. Hoppa. Okay, let's go, chat. Okay, let's go. Chat, wat een verhaal. Wat een verhaal is dit, jongens. Het is een rollercoaster, je weet het. Het is gewoon een rollercoaster van een ride, man. What the fuck, bro.
Oh my god. Oh my god. Kijk hoe goed we zijn, chat. What the fuck, bro? Ik had al hard mode zo goed gekund, hè, waarschijnlijk. Oh my god. Dit is gewoon heel makkelijk, jongen. Ik hoef niet eens op te letten. Dit is gewoon heel makkelijk. This game, dude. This game is just too easy for me. Easy clap. Easy clap, chat. Easy clap. Stop the train. Stop the train, man. I'm stopping the train. You know me. Gaming. Oh, mijn god. Doei. Let's yeah. Oh. Oh my god. Oh my god, shit. Redden. Oeh. Kom een neppetje. Oh my god. What the fuck, bro? Wow. Oké, dat gaat kapot. Oké. Okay. Oh, god. Oh mijn god, what the fuck, jongen? Wat gebeurt hier? Huh. Wat een chaos. Chaos eerste klas. Wow. Bro. Deze game is een en al chaos, man. Ik vind het wel leuk, deze game. Hey, ik hoop dat hier ooit een tweede deel van komt, want dit is oprecht gewoon leuk. Dat is gewoon nog een paar games hiervan gaan maken. Dat zou wel leuk zijn. Denk ik. Oh. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my. Wat vind je van deze game, chat? Ik vind wel weer jammer dat Prof dood is. De B. Die is dood. Shit, bro. Oh my god. Wow. Wie was dat? Who was that, bro? What up? We're here to help! Who are you? No time! Keep moving! We'll pick you up when we can! Whoa! Oh god! What the fuck was that? Oh my god, shit. Oh my god. Moet hier omhoog? Yes, 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 yes. Maar het is wel veel actie hoor, dit spel. Het is heel veel actie, man. Het is ook een action game. Oh. Oh mijn god. Maar we zullen Prof nooit vergeten, hè. Prof was de real legend, man. We zullen hem nooit vergeten. Nooit. Hij zal daar altijd voor ons zijn. Dan zijn we even verdrietig van Prof, jongens. Hij was een legend. Nee, no, never gonna forget Prof. Ja, toch? Hij raakt gewoon zijn teammate. Gast, je vermoordt letterlijk je teammate. Oké. Okay. Kom maar, gast. Kom maar, niet. Ja? Oké, okay, daar gaan we, jongens. Oh, wat gebeurt er nu? What's going on up here, right? De trein is gestopt. Dat is niet al. Oké, okay, dat kan alleen één slecht ding betekenen. Dat kan alleen maar fout gaan, dus. Oké. Okay. Oh god. Oh! Oh jeetje. Oh, oké. Okay. Nee, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oh, we gaan gewoon naar binnen. Oké. Okay. Oké, okay, allemaal deuren door. Ja, yeah, ja, yeah, yes, 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 yes. What the fuck? Een controller is een vibrator. What the fuck, bro? Dan gaan we chat. Hoppa. Cutscene. Wow. Wow. Auw. Dat doet pijn. Oh. What the fuck? Een robot. Robot, bro. Oh my god. Wie is dat dan? Hè? Wie zou dat dan zijn? Who would that be, bro? Who would that be? Dat is zij weer. Degene die Prof vermoord heeft. Second sister. What the fuck, bro? Waarom deed je dat? Tweede zus. Waarom deed je dat? Waarom? Oh.
Who's your master, Padawan? Someone I killed, perhaps. What Jedi gave their life so that you might live? Opa. Doei! Ga, ik zet je betaald! Oh. Ze is wel heel goed trouwens. Ik zet het daar betaald, chat. Fuck jou! Ik heb geraakt, chat. Let's go! Ik zet daar betaald, fuck! Ze gaan me nog killen ook. Godver. Oh my god. Ik wil heel weinig HP. Oh god. Oh my god. Nou, mooi lightsaber zo, hè. Dat is prachtig. Oh! Ja, ik vond het net al mooi worden, maar ja, het zal wel. Het zal wel. Oh, daar is ze weer. Daar is ze weer, chat. Shit. Oh my god. Oh! Op het nippertje. Kan je wel vertellen. Op het nippertje. Wow! Oh my god. Gaan we nog neerstorten ook? Oh, doei. Doei. What the fuck? Okay, shut that thing off and grab some seat. Thanks for the help. Who are you people? My name is Seer Junda, and this is my captain, Greece Dritus. How you doing? Yeah, the Manus is my ship, but you better pay attention to this lady here. So, who are you? Cal. Okay. Kestis. Who was that back there? An Imperial Inquisitor. She's a Force user hunting Jedi survivors. And now that she knows who you are, she will not stop until she destroys you. How do you know so much? And why'd you help me? We track Imperial communications. We heard the Inquisitors were heading to Brock. Okay. So we made our move. Oh, yeah? And what's the bounty on Jedi these days anyway? Yeah, precis. That's gratitude for you. Whoa. I get it. You've been surviving on your own for so long that it's impossible to trust anyone. And it's what's kept you alive. But this is about something bigger than just surviving. Like what? Like rebuilding the Jedi Order. Whoa. Gaan we dat doen? You too. Anybody else? Oh, we're not good enough for you? Jedi Council? They're gone. Whoa. Oh. Ja, dat is wel een pijn momentje. Beetje awkward wordt het dan zo. Ja, soms heb je van die momenten waar je dan denkt gewoon, oké, nee, zo. Ja, soms heb je van die momenten. Ai, ai, brah. In the meantime, try and relax. Try and relax. Gaan we doen. Gaan we doen. Juist. Gaan we doen chat, let's get around.